De United Nations Development Programme, UNDP, is de waterloopkundige dienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, tegemoet gekomen met een boot met nodige attributen. Deze zullen bij de verschillende onderzoekingen door de afdeling ingezet worden. Meneer Ahmad Ali, de UNDP heeft aan het ministerie van OWTNC een aantal zaken aangeboden. En in het bijzonder aan de waterloopkundige dienst. Om te beginnen, wat doet de waterloopkundige dienst precies? Ja, heel kort. De waterloopkundige dienst die houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens op het gebied van water. Dus het meten van water en uitvoeren van onderzoekingen op het gebied van water. In algemene zin op landelijk niveau. Welke spullen heeft uw dienst in ontvangst genomen? Recentelijk hebben we dus van de UNDP een boot gehad met buitenbootmotor en attributen. En die boot zal gebruikt worden voor het uitvoeren van metingen en verzamelen van data die nodig is voor waterbeheer. In het kort houdt de dienst zich bezig met het uitvoeren van metingen en onderzoekingen op het gebied van water. En daarbij, met betrekking tot de dataverzameling, is er een meetnet, een basishydrometrisch meetnet, waarbij dan aan dat meetnet gekoppeld is een aantal meetstations dat verspreid is over het hele land, waarbij hydrometrische gegevens, dus gegevens op het gebied van water, worden verzameld, waaronder waterstanden, de afvoeren en waterkwaliteit. In totaal bestond, eigenlijk nog steeds bestaat, dat meetnet uit ongeveer 150 meetstations verspreid over het hele land. En ongeveer 70 daarvan, daar werden de waterstanden en andere gegevens met betrekking tot het water continu verzameld, geregistreerd. Vanwege omstandigheden is het zo dat zo in de jaren 80 er weinig mogelijkheden waren om naar het binnenland te gaan vanwege omstandigheden, waardoor dan een deel van die meetstations dan niet operationeel meer zijn vanwege het feit dat we het niet konden onderhouden. Gaandeweg hebben we dan alles weer opgebouwd en nu is het dan zo dat zo op de kustvlakte wel we een redelijk aantal meetstations hebben, voornamelijk op het gebied van het meten van de waterstanden. In het begin was het zo dat men dus de waterstanden ging meten met behulp van pijlschalen, daar verderop ziet u wel eentje. Met behulp van pijlschalen, dan heb je dan iemand nodig om die waterstand af te lezen. Later werd het zo dat men dan niet dagelijks meer een waarnemer nodig heeft. Dat wij gebruik hebben gemaakt van zelfregistrerende waterpeilmeters op basis van op analoge basis. Dat wil zeggen dat de waterstanden worden geregistreerd en grafisch worden uitgezet op een grafiek. Daarna hebben wij dan al deze instrumenten vervangen met digitale waterpeilmeters. En een voordeel van die digitale waterpeilmeters is dat meer data over een langere tijd opgeslagen kan worden in het geheugen van zo'n meter. En we hoeven dan ook niet zo vaak meer naar het veld te gaan om het te bedienen. En ook als voordeel, het is digitaal, het wordt digitaal opgeslagen en dan de verwerking van is sneller.